Ik hoor van iedereen, jullie zijn topfavoriet samen met Neptunus. Nou, dat klopt. Dat hebben ze goed gezien. We hebben gewoon een ongelooflijk goed, diep team met heel veel kwaliteit. En ja, het is onze tijd dit jaar. Het is jullie tijd dit jaar. Betekent dan ook dat kampioenschap het hoogste doel is? It's our time. Dat heb ik tegen die jongens gezegd. We spelen maar voor één ding en dat is kampioenschap. Het is een behoorlijke belofte die je hier maakt nu. Nou, ik zeg, we spelen voor het kampioenschap. Want ik zou eigenlijk mijn team tekort doen als ik dat niet zou zeggen. We hebben gewoon ongelooflijke kwaliteit. We hebben een hele mooie mengsmering van jonge spelers, van een middengroep en ervaren spelers. We hebben een diepe werpenstaf. We hebben atletisch vermogen. Dus we kunnen heel veel kanten op. En ik zou echt mijn team tekort doen als ik iets anders zou zeggen. Ik hoef de volgende vraag bijna niet meer te stellen, maar zijn jullie er klaar voor? Nou ja, dat is wel een andersoortige vraag. Maar ook dat, het antwoord is ook ja. We hebben in de oefenperiode een goede oefenperiode gehad. We hebben eigenlijk ieder weekend, ondanks de kou, toch goed kunnen spelen. We hebben goede wintertraining gedaan. En daarin hebben we eigenlijk niet alleen maar technische dingen gedaan. Maar we hebben echt ook, omdat we natuurlijk een aantal nieuwe jongens erbij hebben. Gilmer Lampen en Danny Romley, Max Klarijs. Op cruciale posities hebben we ook erg veel op communicatie gewerkt. We hebben goede afspraken gemaakt. We hebben over mentale dingen ook gesproken. Over verantwoordelijkheden en rollen die jongens moeten nemen. En ik heb wel het idee dat dat goed geval is. Zijn jullie al klaar al voor 9 innings? We zijn nu nog op 7 innings aan het spelen. Nou, kijk, je doet altijd heel voorzichtig met je werpers. Ondanks dat die in de winter goed binnen hebben kunnen trainen. Maar buiten is toch altijd iets anders. En dat betekent dat we ze dus zeg maar aan pitch counts houden. Dus aantallen. En dat proberen we zo op te bouwen. Maar we moeten zorgen dat we natuurlijk over 2 weken, 14 april begint de competitie. Dat we 3 wedstrijden in 9 innings kunnen spelen. En dat heeft te maken met de diepte van de werpersstaf. Op dit moment loopt dat allemaal volgens plan. Is Neptunus de grote concurrent? Ja, absoluut. Neptunus is altijd een concurrent. Die zijn nog sterker geworden, naar mijn idee. Want ze hebben Dashenko erbij. Dat was een van de beste slagmensen vorig jaar. Goede catcher, goede speler. Dus ze zijn eigenlijk alleen nog maar sterker geworden. En vandaar dat voor ons een hele mooie uitdaging wordt. En ik denk dat ik natuurlijk mag zeggen dat ik daarmee alle andere tegenstanders in de hoofdklasse niet declasseer helemaal niet. Want ik vind Kinheim en Hoofddorp, we hebben tegen Twins Oosterhout gespeeld. Goede ploeg. En HCW kan ook op bepaalde momenten kan echt, echt goed spelen. Dus daarmee declasseer ik geen andere teams. Die zijn ook heel sterk, maar de favoriet samen met ons is Neptunus. Je zegt Neptunus sterker geworden, jullie sterker geworden, maar jullie moeten toch wel meer sterker zijn geworden, want vorig jaar ging het nog mis. Ja, ik weet wel dat je natuurlijk ook wel eens terug mag kijken. Maar daar hebben we eigenlijk een heel goed seizoen gedraaid, want we waren nummer 1. En ook boven Neptunus in het reguliere seizoen. En nou weet ik wel dat dat niet helemaal telt, want in de play-offs zijn we eraf gegaan. Maar toen hadden we ook al de potentie om Neptunus te verslaan. Want anders word je niet eerst in de competitie, in de reguliere competitie. Dus we hebben het in ons. En ik vind dat we met de aanvullingen die we hebben gewoon sterker zijn geworden. En we zijn allemaal weer een jaar beter. Wij hadden vorig jaar gewoon toch in vergelijking met Neptunus wat minder ervaren, wat jongere jongens. Ja, die zijn ook weer een jaartje ouder, dus ik heb daar een hele goede hoop op. Laten we dan in plaats van terugkijken heel erg ver vooruit kijken. Je wilt echt heel graag voor het kampioenschap. Betekent dat ook automatisch voor Europa? Ja, nou ja, die zit, dat is eerste week juni geloof ik. En ik heb tegen die jongens gezegd, als je natuurlijk vooruit kijkt naar play-offs en Holland-series, dan ga je niet voorbij de Europa Cup, want dat is een prachtig toetsmoment natuurlijk. En daar spelen we tegen goede teams. Daar willen we ook in de finale komen. Al is het alleen maar om ons klaar te maken voor play-offs en Holland-series. Je noemde net al de andere 3 concurrenten uit Noord-Holland. Alle 3 nieuwe coaches. Hoe lang ga jij nog door?
Ja, jeetje, dat weet ik niet. Mag zeggen dat ik het nu al 26 jaar met ongelooflijk veel plezier doe eigenlijk. Iedere keer als ik op het veld sta, ja, dan gaat mijn hart open. En ik vind het ongelooflijk leuk om met mensen te werken en ze beter te maken. Dus ik heb eigenlijk vanuit dat oogpunt nog helemaal geen zin om te stoppen. Maar goed, ik heb bij het Centrum voor Topsport en Onderwijs een hele stevige baan. Meer dan fulltime. En soms is dat dus best moeilijk te combineren. Dus dat is de enige, zeg maar, beperking die ik heb. Maar als ik eenmaal op het veld ben, dan wil ik graag door. Dus wat dat betreft kijk ik niet te ver vooruit. Dat hoeft ook niet. Ik ga echt heel erg uitkijken naar dit seizoen eerst. We kunnen nog lang van je genieten. Ja, misschien een beetje flipperen nog. Dan doe ik het volgende keer beter, toch? Met die kast die jullie hadden.